Benny Duin van Optie 1 Telecom, goedemorgen. Goedemorgen. De tweedehands telefoon, is die uh, geschikt voor een langer leven, ja of nee? Nou, dat, uh, dat, uh, dat verschilt heel erg. Het ligt natuurlijk aan wat voor tweedehands toestel je koopt. Ja. Uh, kijk, het probleem wat er nu een beetje aan zit te komen... is dat WhatsApp uh, stopt met ondersteuning op oude telefoons. Dan heb je bijvoorbeeld over de iPhone 5 en de iPhone 5C. Er zijn nog heel veel mensen die zo'n telefoon hebben. Ja. Ja, want goed van zoon op dochter of ja. van vader naar moeder, weet je, zo, zo schuift het binnen het gezin door. Uh, maar ja, van, <coughs> vanaf eind dit jaar kun je straks niet meer uh, whatsappen, dus dat is wel een groot probleem. En ja, je ziet dat heel veel mensen niet echt al gewend zijn om daar flink in te investeren, dus die kiezen voor een tweedehands toestel. Mm -hmm. Maar dan is het natuurlijk heel erg van belang dat je een tweedehands toestel kiest, wat wel ja, lang meegaat, dat je niet volgend jaar weer zit. Maar heb je het dan over... Uh... Gewoon echt een tweedehands toestel zo'n refurbished toestel? Of is dat een ja, tweedehands? Het, ja, het, is on, het lijkt heel erg op elkaar. Hè? Kijk, refurbished. Ah, ik bedoel, je kan natuurlijk op marktplaats gewoon een telefoon van iemand overkopen, ja. bijvoorbeeld. Dan heb je geen, re, ge, uh, geen refurbished, maar gewoon een tweedehands telefoon. Ja. Zou je dat aanraden? Uh, ja, dat, dat, dat kan, als je goed nagekeken is. Uh, maar je moet natuurlijk wel controleren of de batterij en dergelijke goed is. En natuurlijk dat hij niet te oud is. Want als jij bijvoorbeeld nu kiest om een iPhone 6 bijvoorbeeld te nemen... ja, waarschijnlijk over twee jaar stopt die ondersteuning daar ook op. Dus, ja, ja. Uh, en het geldt natuurlijk niet alleen voor Apple. Het geldt natuurlijk ook voor andere, andere merken. Bij Samsung uh, ja, stopt de ondersteuning ook op een bepaalde moment. Ja, oké. Okay. Maar ik snap wel dat de meeste mensen denken van... ik koop nog wel even een, een, een iPhone 6. Dan kan ik in ieder geval nog anderhalf jaar mee vooruit. En ja. wat, wat kost een, een tweedehands of een refurbished 6? Nou, twee driehonderd euro misschien? Nou, dus nou, dat vind ik een hoop geld. Minder nog. Maar uh, nieuwere, dan ga je al in de honderden euro's uh, ja, Als je, uh, ga je kijkt aan van, wat is nou een goede investering, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar een iPhone 8. Een iPhone 8 is ongeveer 180 euro. Als je die uh, refurbished pakt of, of tweedehands, dan kun je heel erg lang mee door. Uh, maar zou je kijken naar Samsung, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar een, een Galaxy A50. Dat is een toestel uit 2019. Kies dan een toestel van nou, niet ouder dan twee, twee, drie jaar terug. Want dan loop je uiteindelijk tegen hetzelfde aan. Maar je kan natuurlijk ook voor, ik bedoel, uh, Samsung heeft natuurlijk ook goedkoop. Toestellen nieuw je ja. kan ook zeggen van: Nou, weet je wat, dan koop ik gewoon een iets minder fancy toestel, ja, maar dat... dan wel nieuw. Waar ik in ieder geval op kan whatsappen. Dan ja. kun je de komende vijf, zes jaar, hoe, hoe lang moet ze garanderen dat zoiets? Uh, mee nou, nou ja, ze geven daar geen garanties uh, op. Dat ligt, dat vind ik wel. Vragen altijd hè? ja, ja, ja dus er is ook heel veel discussie over en ook op, met betrekking tot updates. Uh, de Europese Commissie is er ook een tijdje al mee bezig geweest, van ja, Moeten moet we niet uh, fabrikanten garantie geven op hoe lang die ondersteuning is? Nou, Samsung is daar al een beetje op ingehaakt. Uh, bij de duurdere toestellen krijg je nu standaard vier jaar ongeveer grote updates. En er zijn ook merken zoals Google met de Google Pixel... die dat ook ongeveer zo doen, inclusief beveiligingsupdates. Maar pak je nou inderdaad zo'n goedkope Samsung, bijvoorbeeld eentje van 180 euro... Uh, dan wordt die vaak maar twee jaar geüpdatet. Vaak niet eens met een hele grote update erbij. En daarna zit je eigenlijk alweer met een verouderd besturingssysteem. Maar dat kan toch eigenlijk niet, hè? Maar er was toch iets over, in de, in de wet was toch vastgesteld... dat uh, nou, altijd dat het minimaal uh, zo lang moet kunnen worden. worden. Gaan, ja. Of is ja, dat dan beetje voor de nieuwe? Toestellen? Je hebt natuurlijk de beveiligingsupdates die zorgt dat je toestel veilig blijft, dat ja. is vaak wat langer. En Je hebt de app-updates die zorgt dat die apps ook veilig blijven, dat is vaak wat langer. Maar je hebt ook um, gewoon de grote updates van Android 11 naar Android 12 naar Android 13, nou, en dat stopt vaak al na één update bij die goedkope toestellen. Nou. En dat is een beetje het probleem, en daar loopt WhatsApp nu ook tegen aan, want die zegt van nou je moet minimaal bijvoorbeeld op, op de iPhone uh, iOS 12 draaien om, om te kunnen gebruiken. Ja, en dan kan dat niet met zo'n oude toestel. Ja, ja, dus als je een tweedehands dan koopt, dan moet je even een aantal dingen wel eerst checken. Ja, voordat je dat doet, pak inderdaad bij Android uh, gewoon niet een toestel die ouder is dan 2-3 uh, jaar. Ja, uh, batterij en batterijconditie moet je inderdaad even nakijken. Controleer ook je poortje. Nou, daar hebben we het zo nog wel eventjes over bij het volgende, volgende onderwerp. Uh, dus dat daar geen vuil in is. Als je een iPhone wil, dan zeg je dan, dan zou ik een 8 doen. Ja, uh, dan, dan gaat dat nog behoorlijk lang mee. Ja, ja, want de verwachting is dat bijvoorbeeld ook van de iPhone 7 dat daar de updates straks na vijf jaar ook van stoppen. Hoe oud is die 8 inmiddels eigenlijk? Die 8 komt uit 2008. 18. Ja, ja. Dus ja. dan zou je zeggen tot in ieder geval 2023? Ja, ja. wel lang. Sommige toestellen worden maar een dus een jaar, zes jaar, nog. jaar, zes, zeven jaar geüpdate. Ja, ja, ja. gaat wel even door, hoor. Okay.